Hey, tof dat je kijkt. Wij zijn hier 3 dagen in de Voerstreek en we gaan jullie laten zien wat je hier allemaal op de mountainbike kunt doen. Let's go! Goed, we zijn met z'n vieren. Daan, Jelle, Jordi en ik. Onze uitvalsbasis is deze vakantiewoning in het Belgische Voeren. Je kunt hier met wel 12 personen verblijven en je komt zeker niks tekort. Zorg er wel voor dat je de hot tub op tijd voor verwarmt. Hey Jordi, is het al warm? Wij waren hier 3 dagen en elke dag hebben we anders ingevuld. Dit was dag 1. Met onze gids Ron hebben we een mooie dagtocht gemaakt van 65 kilometer tussen Voeren en de Maas. We zagen vanaf de weg dus een wat steilere afdaling en dan gaat ons hart toch sneller kloppen. Dus gaan we gewoon even extra meepakken, toch? Extra adrenaline. Hè? Ja. Oké. Okay. Nou, gaan we. Let's go. Narnia. Ik heb nog een weg. Hier in de buurt heb je dus ook bikepark IJsde. Een leuk parkje om een beetje te spelen. Wallrides, skinnies, jumps. Gewoon een leuk parkje. Dus we gaan even spelen. Let's go. Het grote voordeel van een lokale gids is dat je op plekken komt die je anders zelf nooit had gevonden. Alhoewel ik bij deze wel een beetje mijn twijfels had. Ik heb horrorfilms gezien die eindigden niet goed. Via een fietspontje gingen we weer richting huis. Maar er stonden ons nog een paar mooie afdalingen te wachten. Oh, nee. En dan is het, na een goede nachtrust en een bak koffie, tijd voor onze tweede dag. En Daan weet vandaag onze dag goed te vullen. En nu ben jij onze gids. Je hebt mooie paadjes uitgezocht. Zeker. Gisteren was meer XC, maar vandaag een beetje wat spannender. Toch? Ja, wat meer trail, wat uitdagender. Ja, en allemaal goed te rijden vanuit waar we verblijven, dus je kan echt alle kanten op. Nou, let's go. Thank you.
Dus er wordt niet zoveel gereden, denk ik. Het is niet altijd roosgeur en maneschijn, hè jongens? Ja, we hebben niet het beste weekend. Het is heel veel regen en glad. Maar we hebben wel lol, jongens. Toch? Zeker. Absoluut. Het moment op de fiets is nooit verspeeld. En zo is het. En na regen, juist, komt zonneschijn. En met een mooi golden hour opkomst besloten we ook in de avond nog een rondje te doen. En dat was zeker de moeite waard. Goed, twee mooie dagen achter de rug, nog één te gaan, tijd voor het ruigere werk. Let's go! We zijn ietsje zuidelijker gereden, half uurtje ongeveer, en daar hebben we wat mooie trails gevonden. Niet helemaal officieel, kan ook niet zeggen waar het is. Even een laatste dagje trailtjes rijden. Let's go, heren! Goed, onze driedaagse voerstreek zit erop. En we hebben eigenlijk van alles wat gedaan. Een lange XC-ronde. Gisteren wat meer trailwerk rondom Maastricht. En vandaag hebben we iets zuidelijker gezeten in België en echt enduro gereden. Dus echt van alles wat hier in de buurt. Super vet. Voor ieder wat wils. Hebben jullie nog toevoegingen? Elke sport kan hier terecht. Je kan hier wielrennen, je kan hier mountainbiken, je kan enduro fietsen. Het is echt gewoon een prachtig gebied. En ook een mooi vakantiehuis. Ja, waar wij zaten was echt de ideale uitvalsbasis om lekker te fietsen. Zelfs gewoon vanuit daar lekker op de fiets stappen en gaan. Linkjes uiteraard in de beschrijving. En nou ja, dan zien jullie bij het volgende avontuur. Ciao! Aside from my soul.